Dit is Piet Hein. Dus hij heeft er nogal een fors gezicht. Het is best een lelijke. Ja, 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 maar ik heb hem knapper gemaakt. Hè. Echt, zolang ik kan herinneren, ben ik helemaal gek van dit vak. Van, ik ben weliswaar ook illustrator, reclametekenaar. Maar dit, ik noem strip tegen een virus. Dat is verschrikkelijk. Mijn vrouw die zegt, jongen, wanneer gaan we eens een keer iets leuks doen? Want ik zit echt van 's morgens tot 12 uur 's nachts hier op mijn kamertje te tekenen en te werken. En, ik heb wel eens uitgerekend, één zo'n boek kost mij, geloof je niet. Ik heb het uitgerekend, een jaar heeft zoveel maanden, zoveel weken, zoveel uren. Kwam ik op 3000 uur uit. Ja, een commercieel denkend mens die zegt, no way, dat ga ik niet doen. Maar ik ben toch, kunstenaar is een groot woord, maar ik wil dat uitdragen. Ik moet dat doen. En het mooiste is, als zo'n boek uit is, dan is het openslaan, ruiken. Oh, dan had ik net datzelfde gevoel als kind, de Apple in de beurs, weet je wel. I love strips. Met zijn kerstverse boek over Piet Hein kan John zijn geluk dus niet op. Het verhaal speelt zich af in Venetië, waar onze zeeheld vecht tegen het koninkrijk Napels en Sicilië. Een waar gebeurd verhaal waarin verbazingwekkend veel vrouwen een rol spelen. Die zijn leuk om te tekenen natuurlijk, dat is altijd mooi. Ja, nee, maar ik hou van mooie vrouwen. En zeker in Venetië met die maskers en zo, dat is een heel leuk, dat is een mooi decor. Ook het tekenen van de mannelijke helden van de Gouden Eeuw smaakt naar meer. Dus werkt John nu alweer aan een tweede deel, over Hein en de Zilvervloot. En ook daar blijft het waarschijnlijk niet bij, want door de vele uren tekenen op de zolderkamer is John best een beetje van de Rotterdamse zeebonk gaan houden. Hij was best streng, streng en rechtvaardig. Hij hield niet van dronken matrozen en hij was protestant, dus bidden. En toen ik voor het eerst het standbeeld zag in Delfshaven, dacht ik, ja, dit is hij dan. Dan ging ik eromheen lopen, foto's maken, ja. Weet je wordt zo betrokken bij die kerel. Dat is wel leuk, ja.